Zuid-Limburg is het leefgebied van de zeldzame eikelmuis. Al sinds de jaren 50 gaan ze achteruit in aantallen. Daarom is 2022 uitgeroepen tot het jaar van de eikelmuis met als doel de bekendheid te vergroten, onderzoek te doen en de eikelmuis nog beter te beschermen. Er zijn er nog zo'n 150 in het wild en dat is veel te weinig voor knaagdieren. Deze zomer en dit najaar zijn er weer nieuwe tellingen gedaan. We zijn nu bezig met de nestkastmonitoring. Dus we zijn 130 nestkasten op de Bemelenbergen aan het checken of we eikelmuissporen zien. Drie keer per jaar worden de nestkasten gecontroleerd door ze voorzichtig overdag open te maken. Een gedeelte van de eikelmuis is uitgezet vanuit Gaia Zoo in Kerkrade. Deze dieren zijn gechipt. Door het terugvinden van eikelmuizen met een chip kan worden gevolgd hoe de populatie eikelmuizen zich ontwikkelt. Twee keer per jaar worden eikelmuizen in valletjes gevangen. Ze worden in een zak gewogen met over 100 gram en krijgen dan een chip als ze die nog niet hebben. De rest van het jaar laten we de eikelmuizen met rust. Alleen dit jaar hebben daarnaast enkele eikelmuizen een kleine zender van 2 gram gekregen en ze kunnen met antennes worden uitgepeild. Ja, als je alleen maar dieren vangt in vallen, dan zie je alleen maar op dat moment waar het beest is. Terwijl als je een zendertje omdoet, dan kan je volgen hoe die zich 's nachts beweegt, waar die eet en waar die overdag rust. En dat wisten we dus allemaal tot nu toe niet, want we wisten alleen maar waar we ze vingen. Dat is enorm belangrijke informatie, omdat er nu maatregelen genomen gaan worden om het leefgebied te verbeteren van de eikelmuis. En deze informatie is nodig om die maatregelen goed te kunnen nemen. Ook staan er cameravallen in het gebied om meer over hun gedrag te weten te komen. Bomen die zijn omgegaan bij storm bieden nieuw leefgebied voor eikelmuizen. Omdat er heel veel licht op de bodem komt, dan kunnen de struiken weer een kans en dan krijg je een hele wilderige ondergroei. En daar houden eikelmuizen van. En in die liggende boom komen ook heel veel holtes. En er zijn heel veel beestjes. Dus het geeft voedsel, het geeft dekking en het geeft meer struiken. Open plekken in het bos zijn belangrijk en verbindingen tussen leefgebieden door houtwallen en hagen die ook goed zijn voor andere soorten. Er wordt door de terreinbeheerders en provincie aan gewerkt om het leefgebied weer geschikt te krijgen, zodat de populatie eikelmuizen zich weer kan uitbreiden. 2022 is het jaar van de eikelmuis. Wil je meehelpen de eikelmuis te beschermen? Ga dan naar de site van de Zoogdiervereniging.